Wij staan hier bij het Kastanjeplein in Millingen aan de Rijn, waar binnenkort van alles gaat gebeuren. En het huidige Kastanjeplein zoals het er nu uitziet, zal er dan waarschijnlijk heel anders uitzien. Tribunes en et cetera, van alles wordt er opgebouwd door Omroep Gelderland. Dat gaat allemaal gebeuren, zoals ik zei, op 16 augustus. En twee mannen die daar alles over kunnen vertellen, die heten allebei Marcel toevallig. Marcel Polman. En Marcel van den Hoven. Ja, Marcel van den Hoven. Ja. Allebei ondernemer. Maar het wordt niet alleen door ondernemers georganiseerd, maar ook door verenigingen en groepen, et cetera. Hè? Ja, we hebben een aantal maanden geleden van TV Gelderland de uitnodiging gekregen of dat we mee wilden doen aan Zomer van Gelderland. Dat zou dan deze zomer gehouden worden. Die uitnodiging is bij OV1 terechtgekomen. We hebben toen besloten van nou, dat willen we wel doen, maar dat willen we niet koppelen aan OV1. Daar willen we echt een gemeenschappelijk belang van maken en dan eigenlijk voor alle verenigingen van Millingen. En die hebben we uiteindelijk ook uitgenodigd, alle verenigingen. En daar zijn we een aantal keren mee bij elkaar geweest en uiteindelijk hebben we daarmee bedrijfsmatig eigenlijk een werkgroepen georganiseerd en daarbij ook allerlei werkgroepen uitgemeten, zeg maar, om de taken te kunnen verdelen. Ja, hoe groot is die werkgroep geworden? Ja, ik denk dat er een man of 60 totaal bij betrokken zijn. Zo, dat ja. Is heel wat. Namens allerlei verenigingen. Namens allerlei verenigingen en dat zijn allemaal weer subgroepjes, zeg maar, die allerlei activiteiten dan op zich nemen om er een geslaagde dag van te maken. Ja, ja. Dus je kunt eigenlijk zeggen, ja, het wordt wel een project van Omroep Gelderland, maar de Millingse bevolking die organiseert het feitelijk. We hebben getracht om in ieder geval de Millingse bevolking te dicht mogelijk bij te betrekken. Ja. En met name ook de verenigingen in Millingen. Ja. Er zit een competitie-element in, hè? Hoe werkt dat precies? Misschien dat Marcel daar iets over kan zeggen. Ja, de insteek van die dag is dat wij geld kunnen verdienen door vragen te beantwoorden, opdrachten te kunnen uitvoeren. Een daarvan is bijvoorbeeld een decor te bouwen van 5x5. Daar krijgen we 's morgens vroeg de opdracht van. En met elke opdracht en ook met het publiek. Dus we moeten meer dan 300 man moeten we minimaal hebben. Nou, dat lijkt me in Millingen makkelijk haalbaar zijn. Daar krijgen we allemaal geld voor. En uiteindelijk is dat geld bedoeld voor het goede doel, het vergeten kind. Ja. En ook Middelingse, en die zal het weer verdelen onder andere Middelingse goede doelen. Daar wil ik even toevoegen, naast het Omroep Gelderland hebben we nog extra dingen te doen. Zo zal er een mooie loterij komen, waar heel veel ondernemers een bijdrage aan hebben gedaan. En 's avonds zal hier in de Natte zal er een feestavond georganiseerd zijn. En ook dat geld gaat allemaal naar het goede doel. Okay. Dus we maken er een dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ja, het vergeten kind. Kun je daar wat meer over vertellen, wat het precies is? Het is Stichting Beurs voor een Kind. Oh ja, en Stichting Beurs voor een Kind, daar kennen we denk ik allemaal van de kledingbeurs, zeg maar, die gehouden wordt één keer in het jaar. En dat heeft als doel voor alles wat betrekking heeft met de kinderen in Millingen, om daar in ieder geval geld voor beschikbaar te krijgen. En daar willen we graag aan bijdragen. En we denken dat dat een gemeenschappelijk doel is en waar we een goede invulling mee kunnen bereiken. Ja. De voorbereidingen voor die uitzending van TV Gelderland vinden dus ook allemaal hier plaats, op het Kastanjeplein of ook daarbuiten? Nee, de voorbereidingen, zeg maar de dag zelf, die vindt hier op het Kastanjeplein plaats. Om 9 uur dan komen ze hier eigenlijk het plein veroveren. Dan gaan ze het plein ook inrichten. Om 10:30, als ik het goed zeg, krijgen ze de decoropdracht te zien. Ja, dan moet er overleg plaatsvinden van hoe ze dat kunnen gaan realiseren. Nou, daar zit een grote achterban achter die materialen, spullen en gereedschappen en manschappen beschikbaar heeft om iets te kunnen gaan bouwen. Die moet in de middag klaar zijn en dan wordt die uiteindelijk ook beoordeeld. Daar gekoppeld zit natuurlijk ook weer een evenement dat het publiek wat op de tribune zit uiteindelijk ook daarin meegenomen wordt. Die moeten zich op een of andere manier verkleden of betrokken voelen bij de decoropdracht. Ja goed, en het zijn, uiteindelijk zijn het 7 opdrachten. Een aantal opdrachten die vinden gewoon tijdens de uitzending plaats. Ja. Zo is er een parade waar de Millingse verenigingen zich kunnen profileren. Die duurt 1,5 minuut, is relatief kort. Maar wordt die van tevoren opgenomen? Of? Nee, die wordt wordt van tevoren geoefend een keer. Okay. En dan gaat die meteen live. Dus, dus de druk is hoog. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dan moet het goed geoefend zijn. Dan moet het goed geoefend zijn. Wil het in één keer goed gaan, hè? Ja, 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 precies. Maar ook dat werk, of die werkgroep, die is uitermate serieus bezig. Ja. En die hebben daar de muziek al voor uitgezocht, die hebben de tijdsplanning al, het tijdspad uitgezet. Ja. En die willen ook nog van tevoren een keer gaan oefenen met alle betrokkenen. Dus dat er toch wel een serieus inhoud aan gegeven wordt. Maar hoe moet ik me dat voorzien? Een stoet van tig verenigingen die eraan meedoen, maar niet alle verenigingen zijn dan compleet vertegenwoordigd. Nee. Want dan wordt die stoet veel te lang. Nee, dat klopt ook. Dan zou het zeker niet dan zou het meer 1,5 dag duren hier in Millingen. Ja. Het is een parade. Die parade vindt hier op het plein plaats. En daar zijn afgevaardigden van een vereniging. En de afgevaardigden van de vereniging die uiteindelijk daaraan deelnemen, die bestaan uit 4-5 man per vereniging. Ja. En we hebben daarbij gekoppeld van dat ze uiteindelijk hier op het plein de parade lopen en dan uiteindelijk nog als toegift een stukje langs het gasthuis lopen. Dat die mensen uiteindelijk daar ook bij betrokken raken. Ja. Zoals de schutterijen dat ook altijd doen met de kermis. Ja, ja. Dan trekken ze ook even langs het gasthuis. Ja, dat was voor ons wel bekend terrein om dat te doen. Dus ja. Dat maar gelijk erbij gedaan. Ja. Een prangende vraag, Marcel. Ja. Wat gaat er gebeuren als het stortregent die dag? Ja, dan gaan we gewoon door. Ja? Gaat alles gewoon door? Ja, nou ja, goed. De laatste berichten zijn dat het volgende week behoorlijk aan de temperatuur wordt. Of dat het de hele week is, dat weet ik niet. Als het stortregent, dan zal er een andere opkomst zijn. Ja. Het is een buitenevenement, het zal buiten gehouden moeten worden. We hebben natuurlijk een stukje uitvalsbasis naar het natte gebouw. Maar we willen toch het natte gebouw even aan de kant zetten en uiteindelijk de activiteit op het plein plaatsen. Toch even droog houden van binnen. Ja, droog houden van binnen, ja. Oké. Ja. Nou, is er nog iets wat jullie kwijt willen aan de kijkers, aan luisteraars? Kom alle naar Millingen of naar het dorp, naar het Kastanjeplein. We nodigen bij deze iedereen. Hebben 300 mensen nodig. Ja, we hebben minstens 300 man nodig. Die kunnen uiteindelijk ook ruimschoots op de tribune zitten. Het is natuurlijk zeker leuk als het plein goed gevuld is. Ja. Dat er door de hele dag heen, want er zijn natuurlijk de hele dag activiteiten, dat er daar ook belangstelling voor is. We zullen zelf zorgen van dat hier wat versnaperingen zijn. Dus de mensen die hier naartoe willen komen, die hoeven niet op een droogje te staan. Die kunnen hier gewoon bij iedereen kan zitten ook? Ik had begrepen dat er tribunes zijn, hè? Er zijn tribunes om te zitten, daar kunnen er 300 man op zitten. Wij verzorgen hier ook nog een stukje terrasvoorziening, dus dat men ook daar kan zitten. Okay. En het kan aanschouwen. Ja. Nou, dankjewel voor de toelichting en laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. Nou, jullie hartstikke bedankt en ik neem aan dat we jullie die dag ook zien. Wij zijn er ook om video-opnames te maken gedurende de hele dag. Ja. En daar maken we later een mooie compilatie van. Nou, helemaal goed. Dan kan je het allemaal weer terugkijken. Dankjewel.